In gesprek met Wim Reuvers, betrokken bij het vijverterrein in Tiel. We zijn aanbeland, naar aanleiding van de vorige aflevering in 1999, want toen kocht u dat vijverterrein. Maar daar zat nog een voorgeschiedenis aan vast. Dat klopt, er zat een aardig stukje voorgeschiedenis aan vast. Dat is te lang, anders uit 10 afleveringen nodig, gaan we niet doen. Ik had het in 1989 eigenlijk gekocht. Toen is er op de een of andere manier een kink in een kabel gekomen. Dat wil ik even niet altijd diep op ingaan. Nou. Waarom niet? Nou, omdat het een belangrijk stukje geschiedenis is, dat moet je goed uit kunnen leggen. En ik vind dat niet relevant voor, als je een leuk stukje van de geschiedenis wil geven van hoe het tot nog toe gelopen is, dan moet ik dat er niet expliciet door laten lopen. Dan wordt het, dit is niet leuk. Oké, goed. Ik heb in 1989 ongeveer, heb ik met heel veel pijn en moeite een stukje grond van de Tiel kunnen kopen aan de Noorderhavenweg, een doodlopende weg weer. Smal, ongemakkelijk stukje grond, maar we waren zeer enthousiast, want het was in ieder geval 2 keer zo groot als de trein in de Visstraat. En wij dachten daar weer een groot stuk ruimte mee gecreëerd hebben, dat we weer een aantal jaren vooruit konden. Maar dat vergissen ik me eigenlijk goed in, want binnen 2,5 jaar waren we daar ook weer veel te klein. Want de hoeveelheid aangevoerde wrakken van die tijd waren zo gigantisch hoog, dat de provincie die toen heel erg scherp oplette en zei van ja, we gaan toch op zulke soort bedrijven letten, dus de eigen aan de regels houden, die constateerde toch wel eigenlijk vrij veel dat er heel veel auto's buiten de poort bleven staan. En dat mocht niet? Nee, dat was absoluut alle auto's die afgemeld moesten worden, want toen had je in één keer de demontagewet, auto's moesten gedemonteerd gaan worden. En daar stonden strenge regels voor, daar moesten we wel aan voldoen iedere keer, ja. Dat bedrijf groeide en groeide en groeide, dus er kwam weer druk op de ketel in die zin van, u had ruimte nodig. Ja, het bedrijf had niet hoeven te groeien, want je kunt een bedrijf zo hard en zo zacht laten groeien, is die zelf wil. Maar mijn kinderen werden inmiddels een stuk groter, die wou ook eens deel uitmaken van het bedrijf. Dus als de kinderen erbij komen, die moeten ook wat eten en dan moet je dus toch zorgen dat de handel binnen blijft komen. Nou, en daar hadden wij niet over te klagen, dat kwam echt met gigantische hoeveelheden kwam te handelen, werd aangevoerd. Dus op zich, met het bedrijf, ging het goed? Ja, super. Ja, dat ging echt super. En toen? Nou ja, toen kwam er een moment, toen moesten we weer uitbreiden. En er lag hier aan deze locatie een heel stuk oud crosstrein. En het lag jarenlang braak en dat was ook ernstig vervuild. Dan praten we over het stuk op Kelle? Dan praten we hier op Kelle, ja, aan de Noorderhavenweg. Dat was in de jaren, ik dacht, 293. Of... 697 was dat. Ja, want u was inmiddels hier al bezig. Wij waren hier inmiddels al heel erg hard bezig. Ja. En dat verliep zo moeizaam om dat erbij te kunnen kopen bij de gemeente Tiel. Waarom? Ja, wederom, voor ons onbegrijpelijk, het ging gewoon ontzettend moeizaam. Daar lag een stuk braaktrein. Dat trein, dat was een crosstrein, er werd vuil neergegooid, er werd olie neergeknikkerd, er werd alles mee gedaan. Toen ging het onder het argument van, we hebben een ander bedrijf er een optie op gegeven. Terwijl dat andere bedrijf eigenlijk een optie had op een paar 100 vierkante meter. En in goed overleg met het bedrijf hadden we toen al hieruit kunnen breiden. Dat was best mogelijk toen. Maar dat gebeurde maar niet. Dus op een gegeven moment ben ik uitgeweken naar een locatie op de Stationsstraat in Tiel. Oké, het voormalige pand van van de Peugeot garage, ja. 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 Hoe is dat gegaan? Nou, ook heel bijzonder. Ga ik ook weer niet altijd diep op in. Het was zo dat wij van de provincie weer de vergunning kregen om daar met de onderdelen en met de handelsauto's naartoe te kunnen gaan. Dat was allemaal rond. Via de makelaar Jan Dolron. Die had er een hele enorme grote bijdrage in geleverd tot wij daar een stuk uitbreiding konden realiseren. Maar ja, toen begon die omgeving daar natuurlijk krijgen vreselijk veel zorgen te maken. Ja, een autodemontagebedrijf waar je bij in de buurt woont, dat is geen pretje. Ja, maar dat was het ook niet. Het was een verpauperd pand, het moest ook weer gesloopt worden. Er staat nu inmiddels een appartementengebouw staat erop. Maar voor ons was dat op dat moment heel noodzakelijk dat wij daar een stukje konden uitbreiden. Want de druk was hier zo hoog. Kijk, als de provincie 4 keer in de week langskomt, binnen 4 keer in de week ben je buiten je regels om het werken. Ja, dan loop je vanzelf een keer tegen een probleem aan. Dus samen met de provincie was dat een tijdelijke oplossing alleen voor de onderdelen en voor de handelsauto's. Goed, dat was dus een tijdelijke oplossing. En ja. Toen kwam er eigenlijk een buitenkantje voorbij, alsnog. Ja, ik kwam 10 jaar later. Dus 99 praten we over. 99 kwam ik in contact met meneer Van der Slikken en mevrouw Verbeek, dat was toen zijn secretaresse. En toen zaten we zo terug te filosoferen over wat er 10 jaar eerder was gebeurd. En dat was een beetje belachelijk, want
vanaf dat moment lag dat stukje grond inmiddels al meer dan 20 jaar. Doelloos. Daar praten we dus over het vijverterrein. Het vijverterrein. Toen praatte meneer Slikke, die was van International Muller. Dat was de directeur van International Muller, ja. Ja. En die was eigenlijk heel ontevreden over de wijze waarop de gemeente Tiel destijds, die ambtenaren, omging. Want de gemeente Tiel had al lange plannen in dat gebied. Maar dat wisten wij toen op dat moment niet. Maar die was er eigenlijk een beetje beu en die zegt, joh, de afspraak die we in 1989 hadden, die is voor mij nog heilig. Dus als je wil, dan gaan we een zaak doen. Ik had hem inmiddels verteld over de problemen waar ik op dat moment weer in zat. Hè? Dus toch weer ruimtegebrek en zo. En toen kon ik het in 1999, heb ik het bijzondere geluk gehad om het hele terrein te kunnen kopen. Dus het hele vijverterrein kwam op naam van de heer Reuvers uit Tiel. Ja, ik wist goed wat ik kocht. Want ik kende de rapporten van 10 jaar ervoor nog. Er was niet veel veranderd. Er was inmiddels een stukje gesloopt. Van de bedrijventerrein zelf was er een groot gedeelte geslopen en opgeruimd. Maar het hele bijzondere was dat er een nieuw flipjeswoonwijk was bijgekomen in die 10 jaar tijd. Ja, want de gemeente had, u gaf het net al aan, een plan ontwikkeld. Hè? Wat zou daar gaan gebeuren? Ja, een plan ontwikkeld. Er waren plannen. Revitalisering Laterstein. En daar hoorde dus dat stukje vijverterrein van Tiel ook bij. Wat zou daar gaan plaatsvinden? Nou, wat ik dus nu weet, maar toen niet, is dat het, de plannen die ze er nu proberen door te drukken, die voor mij nog op de dag van vandaag nog niet helemaal helder zijn. Praten we dus over periode 2000? Ja, nee, na de watersnoodramp. Dat was na de watersnood in 1995. Ja, de bijna watersnoodramp. Goed, het was een 95, ramp, het allemaal weg. Mm-hmm. Het kan nou nog een grotere ramp worden als het dijkje doorbreekt. Maar na die watersnoodramp, toen is er eigenlijk door de gemeente Tiel serieus gewerkt aan een plan voor het hele gebied. Oké, en dat plan dat zien we nu hier op de buis? Dat plan zie je hier nu op de buis, ja. Dat ziet er natuurlijk hartstikke mooi uit. Ja. Maar er is inmiddels wel weer het een en ander veranderd. Laten we even doorgaan. Stonden de neus op dat moment bij de gemeente dezelfde kant op als de neus van Wim Reuvers? Ja, verbazendwekkend voor mij wel. Ik kreeg toen te maken met wethouder Litjes en meneer Roos, Jan Roos. En daar hebben we een voorplan meegemaakt, zeg maar. Een voorontwerpje gemaakt van hoe het eruit zou kunnen zien. Mijn grootste doelstelling was die bedrijven die toen met mij meewouden in 1989. Die moesten in mijn project blijven, in mijn plan blijven. Want er waren een hele hoop kleinschalige bedrijven die kregen geen kans om uit te breiden. En die heb ik mee willen nemen in mijn plan. En de rest zou ontwikkeld worden van kleinschalig werken naar meer wonen. En dan aansluitend op plan 7a. Dus dat was het prachtige mooie plan van wat wij in Tiel-Oost toen gepresenteerd hebben over deelgebied 3. En dat is het plan ook wat in lijn lag met de gemeente? Ja, dat was helemaal goedgekeurd. Daar kregen wij eigenlijk bij de gemeente destijds een staande ovatie voor. Dat we zo'n schitterend mooi plan hadden uitgewerkt, wat ook zo in het gebied paste. Wat ook een groot gedeelte van het waterproblematiek zou oplossen in die tijd. Oftewel, voor Wim Reuvers en zijn bedrijven, scheen de zon. Nee, voor de bedrijven niet zozeer. Want dat plan moest nog uitgewerkt worden. Dus de krapte bij dit bedrijf, dat bleef. Alleen, we hadden een paar jaar meer nodig om geld te genereren uit het hele gebied. Om daarna alsnog op het andere stuk industrieterrein een stuk grond te kunnen kopen. Bijvoorbeeld op Medel. Op Medel of hier op Kelle. Waar dan ook. Kijk, wij waren bijgebaat om zich dus zo dicht mogelijk bij de stad te blijven, maar wel op het industriegebied. Goed. Voortvarend aan de slag. Ja, ik ben te voortvarend aan de slag gegaan, inderdaad. Hoe is het verlopen? Nou, ik heb dus samen met de toenmalige projectleider van de gemeente Tiel, hebben we toen een plannetje opgemaakt waar eigenlijk alles in past. Het waterproblematiek moest opgelost worden. Voor mijn kant moesten die bedrijven erin in gepast blijven. En we hebben toen een plan 7a gemaakt. Daarbij heb ik een toezegging gedaan van als we het hele gebied aanpakken, dus inclusief de vuilnisbelt, dan praat je ook over deelgebied 4. Dat was toen eigenlijk de gemeente Tiel bevoegd zacht over. Dus wij konden die plannen met die projectleider rustig maken. Daarbij hebben we gezegd van als we een win-win situatie kunnen maken met het afvoeren van de vervuilde grond, dan kunnen we ook wat moois op dat gebied realiseren. Een wielerbaan, dat was onze planning. Een skielerbaan was onze planning. Het was zelfs onze planning om daar een stuk van de ijsbaan terug te brengen. En daar ook iets specifieks voor de jeugd te doen. Want het was natuurlijk het mooiste stukje Tiel. Hè? Oftewel, een mooi stukje Tiel wat daar in het verschiet lag.
Maar daar waren grote partijen voor nodig om dat daadwerkelijk uit te voeren, althans? Nee, daar waren, geen grote partijen voor nodig. Dat hadden wij in principe zelf gekunnen. Alleen destijds bij de gemeente Tiel, en er was een andere wethouder gekomen inmiddels, die prefereerde toch voor een grotere partij waar de gemeente op basis van daarvan ervan uit kon gaan dat het plan snel gerealiseerd zou kunnen worden. Welke wethouder was dat? Dat was destijds wethouder Schrijvers, Alfons Schrijvers. Dan praat je over de periode pro Tiel. Ja, en er was ook inmiddels was toen ook meneer Kees Anker ook wethouder. En die hebben toen eigenlijk een doorontwerp gemaakt met die andere partij. Ging er een andere wind waaien vanuit die gemeente? Nou, dat realiseerde ik me eigenlijk toen destijds niet zo. Nee, kijk, je maakt met elkaar afspraken. Je hebt een driehoeksverhouding afspraak, hè? Ik maak een afspraak met de gemeente Tiel. Van wat ga jij doen op deelgebied 1 en 2? Wat is de bijdrage die je gaat leveren op deelgebied 3? Ja? En dan zie je aan de andere kant van de tafel zie je de gemeente Tiel met de koper van de trein destijds. En die koper was de BAM. Ja, dus deelgebied 3 praten we dan over, hè? Om het even helder te houden. Ja. Dat was de grote speler die gevraagd werd. Ja. En die heeft die grond gekocht van de heer Reuvers. Ja, dat klopt. Destijds heb ik zaken gedaan met meneer Van Aken, directeur BAM Woningbouw. En adjunct directeur meen ik toen Gerard van der Zwet. En als projectleider bij de BAM was dat Koos Bos. En hoe liep dat? Nou, die zagen dat hele plan natuurlijk zitten. Die vonden het schitterend mooi. Ik bedoel, het was nog in een tijd, er was nog geen sprake van een crisis. En het plan van ons was zeer hoogwaardig. Dat realiseerde iedereen zich wel. En Waarom was dat hoogwaardig? Nou ja, kijk, je lost alle problemen op. Het was een aanvulling op het Flipjezerf. Er zouden schitterende mooie woningen komen. Met niet al te grote hoge woontorens. Dat zagen de mensen er ook niet zitten. Er werd toch rekenschap gehouden met de wat oudere generaties die al in de buurt woonden. Want wij hebben continu, toen we die plannen presenteerden, hebben de bewoners van het hele gebied hebben erbij betrokken. Heel erg sterk bij betrokken zelfs. Goed, die BAM, die grote partij. Ja. Duidelijke afspraken meegemaakt. Ja, dacht ik wel. Ja. Wim Reuvers, tevreden man op dat moment? Op dat moment zeer zeker. Want de toekomst... Waar praten we over? Dan praten we over 2003. En financiën? Financiën. We hebben een hele hoop voorinvesteringen gedaan in het gebied. Vooral wat betrekking heeft op de sanering. Vanuit ons eigen bedrijf toen. Ja. Ja, daar hebben we enorm veel voor geïnvesteerd. Maar met op de achtergrond de wetenschap van joh, het komt na de ontwikkeling van het gebied, komt het dubbel en dwars terug. En dan kunnen we over een jaar of 2, 3 kunnen we eens kijken op het industrieterrein. En dan gaan we hetgeen wat de opbrengst van dat herinvesteren op het totale bedrijf. Ja, en dan praten we over miljoenen, hè? Ja, dan praat je zeker over miljoenen. Maar je moet niet vergeten dat het bedrijf toen ook heel sterk in de groei was. Wij begonnen vanaf dat moment al bij de top 10 van Nederland te horen. Nou, wat op dit moment van... heb ik me laten vertellen bij de top 3, hè? Op dit moment bij de top 3. Ja, top 3, top 4 nou. Want je werkt nu nog steeds een beetje met een handicap, hè? Omdat je de ruimte niet hebt. Nee, je hebt de ruimte niet bij elkaar. Nee. Maar er gaat ook nog eens een keer in de toekomst voor ons bedrijf een hele hoop veranderen. Dan gaat er voor de toekomst voor ons bedrijf, die bedrijfsvoering, ja, dat is eigenlijk in elk bedrijf. Om de 10 jaar verandert het eigenlijk drastisch en dan moet je wel op in kunnen spelen. Goed, gaan we het later nog over hebben. Terug naar de BAM. Ja. Men wilde voortvarend aan de slag. Gaat ja. over een plan, u zei het net al, plan 7A. Plan 7A, ja. Plan 7A heb ik verkocht. Okay. Dus daar heb ik met de BAM zaken over gedaan, plan 7A. Een gedeelte van het bedrag wat daarmee gemoeid is, ik meen 2,6 miljoen, is toen door de BAM betaald. Ja. En met dat geld kon u aan de slag saneren, zorgen dat het bouwrijp was en ga zo door. Ja. Oké, okay. Komt uw verhaal na. Welke periode zitten we nu? Wij zitten in een periode, kijk, ik was al van tevoren aan het saneren, maar dus de duidelijkheid wat ik moest gaan doen, de wegen aanleggen en infrastructuur aanbrengen en de grond schoon opleveren, zorg zo dat de BAM een schoon grondverklaring kon krijgen van de provincie, dat speelde zich allemaal af rond 2004, 2005. Ja, oké. Okay. En toen? Ja, toen kwam er een jaar later... Dat vond ik heel merkwaardig. Kwam er een kink in de kabel, want toen werd er geroepen, we hebben een probleem. En dat is de waterproblematiek. Maar die lag er al jaren? Nou, die lag er al jaren. Maar de oplossing lag in mijn periode lag ook klaar. Ik had een heel waterparagraaf laten maken toen. Dat waterparagraaf heeft me werkelijk meer dan een ton gekost toen.
En dat waterparagraaf had gebruikt kunnen worden voor plan 7a. En dat was ook alles op goedgekeurd. Dat is dus niet gebeurd? Nee, ze gingen later over op een ander plan. En dat plan wat er toen gemaakt werd, dat kon ik wel vermoeden wat het ging worden. Want ja goed, als je een plan koopt van 245 huizen en je kunt daar 300 van maken. Ja goed, dat zou heel goed, dat is goed mogelijk. Dat streef iedereen naar. En ik denk de bouwbedrijf wat toen en de gemeente ook. Uw relatie met de BAM, hoe was die op dat moment? Die ging met het jaar verslechteren. Ja, logisch. Ja. Dan kwam de afspraken dus niet na. Ik kwam de afspraken wel na. Ik wel. Alleen, ik had allemaal aan mijn spraken gedaan. Alleen, er was afgesproken, wel of geen bouwvergunning, meneer BAM. 2007 ga je mijn tweede gedeelte van het bedrag betalen. Ja. Ja. Zo niet, dan lever je mij de grond terug. Goed, en toen werd het 2007. 2007, toen zegt de directeur van de BAM, die zegt, ik mag van bovenaf helemaal niks meer doen. Want kennelijk was het plan wat er dus met de gemeente daarna op tafel is gekomen, zo problematisch gemaakt, dat de BAM eigenlijk niet meer wenste te betalen. En eerst maar eens zorgen dat die met de gemeente tot een overeenstemming komt, wat gaan we dan wel doen in dit gebied. En ondertussen zat de heer Reuvers in de wachtkamer. Ja, ik probeer natuurlijk wel een vinger achter te krijgen van jongens, waar zijn jullie dan met elkaar over het steggelen? Waar zit dan het probleem? Want misschien kunnen wij er als bedrijf dan ook nog wat mee. Maar daar kreeg ik totaal geen inzicht in. Dat werd echt duister en vaag gehouden. Maar u had al wel aardig wat centjes geïnvesteerd links en rechts. Ja, ik had er heel veel centjes geïnvesteerd. Er zitten etterlijke miljoenen in die ik graag terug wil. En ik, daarom vond ik het ook zo fantastisch van meneer De Wild in uw programma. Dat hij zich dat wel heel goed kon herinneren dat er iets was waar wij niet bij betrokken werden. Ja, hij was toen raadslid voor ProTiel, nu de aanjager, zullen we maar zeggen, of een van de aanjagers van Sociaal Tiel, ja. Die in de gemeenteraad van Tiel zit. Ja. Wij hebben geprobeerd, dus nog niet zo heel lang geleden, alle politieke partijen van de gemeente Tiel duidelijk te maken van jongens, laten we met elkaar nou eens kijken naar het punt waar het scheef is gegaan en kunnen bepaalde dingen wel en kunnen we daar wel een oplossing met z'n allen in zien te vinden. Want er zijn natuurlijk nu. Kijk, in de Visserstraat was ik de enige gedupeerde met een aantal bewoners. Wij lagen daar een nacht van wakker. Op dit nieuwe locatie speelt zich eigenlijk hetzelfde weer voor. Ja, want inmiddels is er op deelgebied 1 wel door Wim Reuvers ontwikkeld. Ja, en met wonen en werken. En niet alleen met Wim Reuvers, maar ook met een groot aantal andere ondernemers. En we zijn dat aan het ontwikkelen gegaan, precies zoals we met de gemeente afgesproken hadden, aan beeldkwaliteit. Aan alles moesten wij voldoen. En dat dan het plan in één keer een totale andere wending krijgt of een stagnage oploopt. Ja, want de crisis komt er af, die begint in 2008. Ja. Die waterproblematiek die om de hoek komt kijken. Ja. En de financiering van het verhaal ligt op zijn gat. Die crisis heeft natuurlijk wel wat gedaan. Daar ben ik met u eens. Die crisis die heeft best wel wat aangericht. Maar wat vooral de grootste boosdoener is, dat er een problematiek omhoog geroepen, die op de een of andere vage wijze zo lang doorsleept dat de situatie alleen maar verslechtert en nogmaals verslechtert. Want we zitten inmiddels in 2015, binnenkort zelfs in 2016. 2016, ja. Dus we gaan zomaar weer 8 jaar terug in die tijd. In de volgende aflevering gaan we daarover praten, want het wordt nu toch wel heel erg interessant. Ja. Wat gebeurde er in 2006? Wat gebeurde er in 2006? In 2006 kwam er voor mij een zwart gat. Wij kregen met een andere projectleider te maken. En die projectleider beloofde toen heel voortvarend te werk te gaan. De projectleider van de gemeente Tiel? Van de projectleider van de gemeente Tiel, ja. En dat is averechts andersom gelopen. Dat is ergernis over ergernis geworden. Okay. Maar niet alleen door Wim Reuvers, maar niet alleen komt door dat bedrijf van Wim Reuvers. Moeten we dan weer terug naar de pot met ontlasting? Heeft dat daarmee te maken of heeft dat te maken met andere belangen? Want ik kan me goed voorstellen dat een gemeente die natuurlijk ook heeft. Nou, kijk, die emmer die wij toen aan de burgemeester gegeven hebben, dat kwam bij mij niet zodanig naar boven toe dat de oorzaak was. Ik denk dat andere belangen heel hoog, veel hoger speelden. Maar dat speelde nogal wat, hè? Ook daarin gaan we in de volgende aflevering verder. Ja. Dan komen we dus uit bij die bouwmaatschappij. In dit geval was dat en is dat de BAM. De BAM die staat eigenlijk wel aardig op een zijspoor. Die heb alleen maar één belang, want die heb inmiddels dat plan wat hij van mij gekocht heb,
Die heb je ondergebracht in een CV, CV De Groene Weert noemen ze dat, wat alle andere partijen, nog meerdere partijen bij betrokken waren. Een bouwcombinatie? Dat is een bouwcombinatie. Die staat eigenlijk los van de BAM, zo moet je het eigenlijk zien. Alleen die moesten het verder doorontwikkelen met de gemeente Tiel. De procedures met de BAM die lopen tot op de dag van vandaag nog wel door. Ja. Dat is inderdaad waar. Nou, zoals eerder gezegd, graag daar wil ik met u over praten in de volgende aflevering. Prima, is goed. Gaan we doen.